In december van het afgelopen jaar presenteerden de burgemeesters van Gulpen, Vaals en Valkenburg vol trots een nieuw logo. Een logo wat moest aangeven dat in de komende 2 jaar de samenwerking tussen genoemde gemeentes zal worden geïntensiveerd. Als speerpunt van deze samenwerking moest de komende 2 jaren een zogenaamd Shared Service Centrum voor ambtenaren worden gerealiseerd. Inhoudende dat de ambtenarenkorpsen van de afzonderlijke gemeenten zouden worden verenigd tot 1 ambtenarenkorps. Maar nu, 4 maanden later, worden de stekker uitgehaald. De colleges van Vaals en van Gulpen zien geen heil meer in verdere samenwerking. Cultuurverschillen noemen ze dat. Boze raadsleden. Teleurgestelde raadsleden, met name in Valkenburg, zijn ze boos. Die raad voelt zich namelijk gepasseerd. Wij gingen eens vragen aan verschillende raadsleden in de gemeentes wat zij ervan vinden. Maar wij vroegen ook aan de inwoners van de gemeente wat zij er nu van vinden dat die samenwerking niet doorgaat. Het voelt nu zo anders. Zo definitief. Er is geen weg terug. Thijs Jussen, prominent bestuurder, al heel lang in de politiek en ook nu weer raadslid in de gemeente Vaals. De samenwerking tussen Gulpen, Vaals en Valkenburg, ze gaat niet door. Wat vind je daarvan? Ja, eigenlijk is het jammer dat het niet doorgaat, maar mijn eigen gevoel vanaf het begin heeft gezegd van het zal heel moeilijk worden, zo niet, het gaat helemaal niet door. Tenminste, dat is mijn instelling geweest. Ik heb ook van begin af aan er niet aan meegewerkt, gezegd van ik doe er niet aan mee, omdat ik al zo vaak gezien heb hoe samenwerkingen stranden, omdat mensen te snel willen handelen en daarnaast niet in gezamenlijk vertrouwen beginnen. Zeg je nou dat dus er geen vertrouwen is geweest in die, tussen de mensen? Nou, uit ervaring sprekende ken ik Maastricht, Mergeland, zelfs ouder nog, samenwerkingsverband Heuveland. En daar hadden alle gemeentes al de neiging om alleen maar dat in samenwerking te willen doen waar ze zelf niet toe in staat waren. En daar wek je dus geen vertrouwen mee. Niet doorgaat? Oh, daar weet ik niet helemaal iets van. Kan mij eigenlijk niks schelen. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik heb het gelezen, maar niet over nagedacht. Ja, ik vind het slecht. Waarom? Ja, je kunt daar beter samenwerken dan Mergeland. Ja, je kunt er beter alles samen doen. Ja, wat moet ik ervan vinden? Ik hou me er niet zo mee bezig eigenlijk. Ik heb er op dit moment geen mening over. Ik heb me er niet in verdiept. Het is Ruud Verhoeven, jij bent een boegbeeld in de politiek hier in Gulpen. Je bent raadslid voor de PvdA. Wat vind je ervan dat die samenwerking tussen de gemeenten Vaals, Gulpen en Valkenburg niet doorgaat? Doodjammer. En hij gaat op dit moment niet door. Hij is denk ik weer voor jaren afgeblazen. Terwijl iedereen weet dat naar de toekomst toe wij niet zozeer veroordeeld zijn tot samenwerking, maar het is hartstikke goed als we samenwerken. Hoe komt het nou dat nou zoiets mislukt? 2 jaar geleden staan ze nog samen op de provincie een nieuw logo te promoten en na 4 maanden later wordt de stekker eruit getrokken. Ja, dat heeft te maken met uitvoering, dat heeft te maken met die mentaliteit van goh, wij hebben het zo lekker voor elkaar in ons eigen nestje en vooral niet gaan zoeken van hoe makkelijk is het eigenlijk om met elkaar door één deur te gaan. Nee, kijken naar waar de verschillen zitten. En ik denk dat het daarop afknapt, iedere keer als je het over de uitvoering hebt. Maar in Valkenburg zijn ze heel erg boos. Zeggen ze, hoe kan het nou, Gulpen en Vaals, heb de stekker eruit getrokken? Ja, kan ik me ook alles bij voorstellen. Want ja, net zo goed als ik dat zeg, dat het hartstikke belangrijk is om samen te werken. Dat werd ook van harte onderschreven in Valkenburg. Daar geloof ik ook best in. Het knapt af op die dingen in de uitvoering. Nou, ik vind het geen groot probleem. Want Valkenburg was altijd voor ons Heuveland gemeente een buitenbeentje. Dus ik zie Valkenburg niet als een partner voor de gemeente Gulpen, Wittem en Vaals.
Ik heb het in de krant gelezen. Nou, als ze het niet eens kunnen werden, kunnen ze het beter niet doen. Ik heb er eigenlijk geen mening over. Ik heb er nog niet in verdiept. Dus ik heb het wel gelezen. Maar ik had al begrepen dat ze het meer met elkaar gingen samenwerken. Maar niet helemaal samen goed. Dat vind ik ook prima. Ja, het zou eigenlijk wel moeten doorgaan, toch? Ik wist niet eens dat er sprake van was. Dus ja, jammer dan. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Och jongen, ik ben niet met de politiek hang van hier en hier. Mevrouw, wat vindt u daarvan? Ja, het was fijner want ze samenwerkten natuurlijk. Maar ja, wanneer het niet is, is het niet. Hè. Waardoor zou ze... Valkenberg vind ik sowieso een kutgemengd als ik eerlijk ben. Ja, dat ben ik eerlijk, Truus. Ik woon zelf eens op. De passie en de liefde. Het laaiende vuur. Zijn langzaam weggeslopen uit mijn hart. Wat je genoeg CDA-lid, lang lid in de raad hier in Valkenburg en heel erg betrokken bij de samenwerking tussen de gemeente Valkenburg, Vaals en Gulpen. Het gaat niet door. Wat vind je daarvan? Het gaat niet door. Ik spreek hier in ieder geval ook namens de bestuurscommissie, want in Valkenburg hebben we de onderhandelingen eigenlijk gedelegeerd, op raadsniveau gedelegeerd aan de bestuurscommissie. Twee mensen uit de coalitie en één uit de oppositie. Kevin Rouet met Jeff Kleine en ondergetekende. Ik vervul daar de voorzittersrol in. En het is zo dat voor ons is het als een verrassing aangekomen dat op 12 april... de colleges van Gulpen, Wittem en Vaals de stekker eruit getrokken hebben. En ik zeg nadrukkelijk de colleges, omdat ik niet de overtuiging heb dat dat een raadstandpunt is van de twee andere gemeenten. Wil Kleine, je bent medewerker van de gemeente Valkenburg aan de Geul. De samenwerking tussen de gemeenten Vaals, Gulpen en Valkenburg, ze gaat niet door. Wat vind jij daar nou van? Ja, heel vreemd. Ik ben een beetje verrast dat het niet doorgaat. Maar het is wel zo dat we toch ambtelijk nog wel bezig zijn om samen te werken. Ik heb gezegd, als er ooit iets moet, ga dan fuseren. En fuseren moet je dan niet doen, in mijn optiek, met de Heuvellandgemeentes, maar met Parkstad. Voor mij staat als een paal boven water. Wij moeten met elkaar, om de burger een fatsoenlijk product te kunnen geven, kunnen wij niet meer in die kleine hertogdommetjes bezig zijn, waar we dan tot nog toe zo goed ons best doen, twijfelt geen mens aan. Maar de zaken worden zo ingewikkeld, zo duur en er wordt zoveel richting gemeente geschoven dat je dat op je dode eentje niet meer kunt met anderhalve man en een paardenkoop. Ja, ik denk met die gemeentes niet. En met Maastricht ook niet. Moeten we samenwerken met iets met een andere gemeente? Dat denk ik wel. Ja, ik weet natuurlijk niet de achtergrond van Valkenberg. Waarom dat ze Nederland met gewoon, dus ik kan daar eigenlijk niet verder voor zeggen. Valkenburg is de dominant, zeggen ze aan die andere kant. Nou, wij hebben juist ons uiterste best gedaan, zeker in de beginfase, om te zorgen dat we die dominantie niet uitstraalden. Maar op het moment dat je spijkers met koppen moet gaan slaan, moet je wel heel concreet ook vragen van jongens, wat gaat ons dit kosten? En kunnen wij dit uitleggen aan de burger? En kunnen we de burger overtuigen dat dit de manier is waarop we hier in het Heuvelland verder moeten? Ja, dat heb ik gelezen, dat dat niet doorgaat. Maar ja, ik zal u eerlijk zeggen, ik heb er eigenlijk ook niet te veel verstand van. Hè. Heeft u daar wel een mening over? Ik zou het niet weten meer, durf ik niet te zeggen. Dank u wel. Ik ben er eigenlijk niet zo in dingen, hè.